Je houdt gewoon nog vanuit de tv ik zo'n ding bij. Ladies and gentlemen, welcome to this new vlog. It is time to do a handstand. Ik heb weer een bepaalde energie in me, die moet eruit en ik ben ook nog steeds de handstand aan het oefenen. Nou ja, als jullie de vlog een beetje gevolgd hebben, dan zien jullie wel eens een handstand voorbij komen. Ik wil gewoon bijvoorbeeld een keer een minuut op mijn handen kunnen blijven staan, maar een course nu iets van 35 seconden. En het is zo moeilijk om je balans te houden ofzo, ik weet niet wat het is, maar het is gewoon... Je weet al, als je hem dan gaat volhouden, puur als je al voorover leunt. Dus nu. Nu weet je het al. Ik val elke keer terug. Ja, je polsen gaan de pijn van doen, allemaal gezeik, joh. Maar hey, het gaat lukken. Gaan we blijven oefenen. Oefening Bart Kunst. Ik heb net anderhalf uur lang een call gehad in verband met de Focus Drink. Super goede call, komen er veel leuke dingen aan. Officieel hebben we nu weer twee nieuwe ambassadeurs erbij. Shahid zat er al bij. Komen nog twee andere bekende mensen bij. Super leuk, die gaan ons team versterken. Gaan we hele leuke content mee doen, leuke dingen, leuke samenwerkingen. Wow, heb ik zo bij daar. Ik zat ook lekker te editen hier zo op mijn PC. Moet je kijkt zo naar binnen, man. Dat is toch vet? En zo deurtje open doen. Hallo, is er iemand thuis? Moet je kijken. Oh. Ja, ik heb eigenlijk altijd mijn PC op regenboogkleuren staan, maar ik kan ook. Even kijken, werkt dat ook alweer? Deze kant. Ja. Kijk, ik kan space-based. Allemaal verschillende kleuren. Zie je dat? Eén kleur. Ik vind dit soort nutteloze gadgets... Dingen vind ik echt fantastisch. Maar ik vind hem op regenboog het chillst. Gives me pleasure in the head. Huh? Kijk nou eens even, er zit een witte Tesla voor me. Hoe kan dat nou? Dat is Mr. Braid, you know? Mr. Muscle, the big man himself. Althans, hij is heel big, maar hij is heel klein. The man himself, it's your boy Roy. We gaan lekker trainen bij Roy, zijn personal trainer, en daarna pandenboeken jumpen. Eiwit hoog, papa. Ik maak geen grapje, ik rij gewoon toevallig naar Roy's personal trainer. En ik rij gewoon toevallig achter hem, dus dat is wel grappig. We komen elkaar tegen. Letterlijk, we hebben één weg waar we elkaar tegen kunnen komen maar, en dat gebeurde. Dus dat is wel lachen. Yo, mannen. Morgen. Morgen. Echt, wij kunnen elkaar op één weg tegenkomen. Bizar. Kom ik ook al echt achter je, terwijl ja, het zo druk is. Alsof het gewoon meant to be is, bro. Ja. Fuck. You look good, bro. Thanks, bro. Jammer dat geen donzer is. Yeah. Dat komt omdat jullie te gek doen en de voorraad op is. We hadden het Royal 5 pakken gehad. Ik heb hem wel. Aan. Hè? Ik zeg gelijk Focus Drink. Oh ja, die is ook elke keer op. Nou, er staat hier lekker geparkeerd. We gaan weer gymmen. Nou, we gaan onszelf weer lekker oppompen. Roy, die gaat bankdrukken. Hoeveel kilootjes is dit? 70. Niet voor een record. Maar echt, om te verzuren. Ja, maar je doet het wel fout toch? Want het heet toch bankdrukken? Niet metalen pijp. Je moet eigenlijk niet blij kijken, je moet bankdrukken. Je moet bankdrukken. Ja. Gast, ik was laatst geld halen, ik moest bij de bank drukken. Ik dacht dat ik even eens met schijten ging maken. Ja, dat was ik schijten. Oh. Ik moest bij de bank drukken. Omdat ik geld ging halen, snap je? Oh, yeah. Wij ronden onze training hier even lekker af en dan is het tijd om te chappen. Yo, 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 we zijn in de hoed waar ik ben opgegroeid, bro. En wij gaan lekker chappen. Pannenkoeken met spek, met kaas, dik worden, bulk season. Dat is niet waar, Roy is aan het droog trainen. Nee. Dus ze hebben zichzelf uitgemergeld vandaag, zodat hij nu volle bak pannenkoeken kan chappen. Dat is net. Dus ze hebben alleen kwark op en helemaal niks. Ja. Ben je niet half dizzy dan? Ja, een beetje, maar ik ben er inmiddels aan gewend. Plus, als je zo'n scoopje neemt, dan heb je ook weer geen honger. Dus... Ik had niks. Ik stop met cafeïne, man. Ik heb gisteren op TikTok een compilatie gezien over cafeïne. Ik ga echt minder met koffie, maat. Dat is echt niet bij de morbid fact, zeker. Nee, dat was niet de morbid fact. Morbid fact. Ja, dat vind jij weer leuk. Hier is het, hier is het. Kijk, hier is het, hè. Hier is het. Zijn ze binnen? Kijk, daar loopt hij. Kom, we lopen naar de voorkant. Ik doe mijn binnenkomst even en lig ik. Kijk. Ja, gaan we doen. Gaan kijk doen. Wat hij dan doet. Maar je hebt zo'n guy die vertelt... Hey, kom uit! Hey, ik vlog, bro. Loop niet doorheen. Nee. Spelen de kinderen, weet je, helemaal boos worden. Ja. Nee, maar je hebt zo'n guy die vertelt allemaal morbid facts. En die praat heel raar, dat vinden Roy en zijn broer helemaal goud. En dan lachen ze maar uit, zeker weer van die feitjes te kijken. Ja. Maar nee, cafeïne blijkt nog slechter te zijn dan ik dacht. Dus daar ga ik ook mee minderen. Maar morgen prop ik me wel vol met McDonald's. Dus let's go. Is dat serieus? Heb je morgen een uitje staan in de McDonald's of zo? Nee.
Hey, kijk, ze zitten er ook helemaal klaar voor, hè? Gaan we zingen? Ze zijn aan het springen heen en weer. Oh, ze doen het dansje, ze doen het Eelco dansje. Ze doen het Eelco, wat doen ze? Hallo. Heel veel lief. Oh, worden gedit. En de route ook van opa Jopie. En ook van je oma weer. Ik doe nog even zo'n vaccin van over 2 weken werken. Hallo, hallo, hallo. Daar zijn we weer. Ja, jullie zijn toch allemaal gevaccineerd? Ja, maar over 2 weken werkt dat pas, hè? Hoe lang heb je hem al erin zitten dan? Nu 4 dagen. 3 dagen? Oh, GG bro. Opa, hoe is het? Ik werd wel helemaal licht in mijn hoofd ervan, dat wel. Roy is niet goed geworden, hè, tijdens de vaccinatie. Roy, vertel het even in volle glorie. Het is ook echt een verhaal waar ik zo trots op ben, dan ga ik even vertellen. Ik was natuurlijk nog wel zenuwachtig voor het vaccin, want ik heb gewacht. Even wachten, Roy, je kut tv moet uit, bro. Opa, die ken je een beetje doof, hè. Dat ding staat hard, hè, die tv. Noem je dat ze gaan zingen tijdens het fietsen? Tour de France Bauer. In ieder geval. Dus ik ga zitten in die stoel. Ja, en ik was al heel zenuwachtig. Dan doe je meestal in die stoel, hè? Ik kon blijkbaar dus ook liggend het vaccin doen. Had ik dat maar geweten. Oh, ja. Ja. Voor mensen met prikkangst kunnen dus... Volgende keer ga je liggen. Okay. Absoluut. Maar beter komt er geen nieuw virus. Dus laten we daar niet over nadenken. Oh, die ligt lang uit. Ja, maar heel erg. Ja? Ja, echt heel erg. Het wordt er helemaal niet goed voor. Alles gaat er door elkaar. Zeg, meentjes, ik weet niet wat voor oud is jij nou. Back to the story. Kutser, waarom kennen we ze goed? Nou. Wij kennen elkaar te goed. Dat is dat. Ja, dat is echt kut. Is en heel goed tegelijk. Dus je verhaal af. Dus ik zit in die stoel. En ik was wel zenuwachtig. En nou, die prik gaat erin. Maar ik dacht, het is gewoon een prik. Die gaat er zo in. En weer gelijk eruit en je bent klaar. Maar wat gebeurt er nou? Het is dus Janssen vaccin. Dat is een stroperig vaccin. En die moet 8 seconden of zo in je arm zitten. Die naald. Die moet heel langzaam ingebracht worden. Terwijl Pfizer is gewoon prik. Hop, eruit en klaar. Ja. En dus, die naald gaat erin op een gegeven moment, na een seconde of 6, 7, voor mijn gevoel duurt het zo lang. Ja. Dacht, is die naald er nou nog niet uit? Dus ik ging naar rechts, ik zie die naald in mijn arm zitten, toen werd ik helemaal licht in mijn hoofd. Hij heeft zieke prikangst. Ja, en op een gegeven moment... Heb ik geen last van? Toen was het vaccin klaar, dus die naald ging eruit. En ik werd alweer ik werd gewoon weer een beetje mezelf. Toen ik dacht, het is klaar. Ja, op een gegeven moment wel. Vroeg jij dan niet van, dat duurt het nog erg hoor. Ja, nou ja, ik zei wel inderdaad iets van, zijn jullie nog niet klaar? Nee, het Janssen-vaccin duurt altijd wat langer. En nou, zei die naald eruit halen en ze gooit hem in zo'n gele bak. Die stond onder het tafeltje en ik kijk zo in die gele bak en ik zie allemaal naalden en lege capsules en dingen. En toen werd ik helemaal niet goed. Het was al zeg maar, ik werd al licht in mijn hoofd en toen was het nog erger. Ja? Dus ik dacht van oké. Ik doe alsof er niks aan de hand is. Ik sta op en ik wil weglopen, gewoon omdat ik niet hoop dat ze het door had. Ja. En toen tijdens het lopen voelde ik helemaal tinteling in mijn handen. Dus dacht van, nou, ik kan maar beter even gaan zitten. Ja. Dus ik ga weer zitten en die vrouw kijkt me zo aan van, volgens mij gaat het niet goed. Dus die zegt ook van, volgens mij gaat het niet goed. Hè? Oh, je wordt helemaal lijkbleek. Ik haal wel even iemand erbij. Nou, voor ik het wist was iemand van het Rode Kruis. Super aardige mevrouw hoor. Super aardige mevrouw. Ja. Maar dus, stel je voor, super aardig hoor. Wat zei je? Had ik dan nog een rolling overheen? Nee! Ben ik helemaal niet goed! Dus ik moest plat op mijn bankje liggen. Ja, echt waar. Heel erg. Nou, ze wist het Rode Kruis zo te winnen. Als ze verkeerd geprikt, als een meter te laag geprikt. Ik ging naar op de bankje en even later toen kwam ze aanzetten met een colaatje. Super chill. En je kwam ze niks met focus drinken, wat een aso. Ja, want je hebt aan maar focus. Dat is wat ik zei. Had gelijk mezelf geweest. Maar dus ik krijg een colaatje voor de snelle suikers. Dus nou, ik had colaatje drinken. Toen op een gegeven moment werd het weer, kwam ik weer een beetje bij kleur en toen mocht het weg. Hij kwam echt door die bak met naalden. Ja, echt. Ik keek in die bak.
Jij hebt daar wat, je kent daar niet tegen. Je hebt daar een strategie voor. Nee, echt heel erg. Ja, dat kan. Er zijn heel veel mensen. Ja. Ja, en Brian haalt er geen last van. Een geitenbreier jij hoor, opa. Maar waar heb je je laten prikken dan? In Naaldwijk? In Naaldwijk. Ik ben geprikt op die plek waar ze allemaal stinken. Waar ze nooit in mat hoeven door. Ben je daar echt geprikt? Ja. In mat hoeven door. Waar ze nooit in bad hoeven doen. Nee, nee, nee. Daar komen we er niet meer vanaf. Nee. Als Tom en ik in één ruimte zijn, dan gaat het echt fout. Gaat het gaat juist heel goed dan. Ja. Maar met anderen gaat het snel fout, want die irriteren zich dood. Met de zuurstof in de ruimte, want het wordt helemaal volgedampt. Biertje? Ja, lekker. Ik mag eigenlijk geen alcohol meer tot 11 juli, maar voor jullie maak een uitzondering. Oh, kijk, dat is hartstikke mooi. Nee. Ik wil water. Auw! Maar jij gaat maar Peter ook onhandig. Ik heb even een inzinker van trainen net, dus na een paar pannenkoeken voel ik me weer de oude. Ja. Ik heb alleen een broodje Nutella op vanochtend, voor de rest nog niks. Oh, nou, ik heb zo'n bak. Wil je een Jupiler of een Heineken? Doe mij maar een Jupiler. Een Jupiler. Ja. Ja. Entree. Zo, dit ziet er goed uit, bro. Dit is al een dikke bom. Dat is handel, papa. Dit is DD. Zo, oma, dit is goed, hè? Ja, lekker, hè? Ontbijtspek. Kaas. Oh, dit is echt road to heart attack. En I love it. Lekker, chef. Eigenlijk, maar chef. Van opa's moestuintje. Hè? Moet je binnenkort ook maar even langs gaan. Zwarte borden erbij. Kijk eens even. Dit is toch gewoon echte opa en oma tafel, dit. En met een bak vol margarine erbij. Antiek kleedje geborduurd door Joopse schoon. Zo, die daar lol, die tweede. De eerste. Maar die mag Roy wel hebben. Roy is de gast. Roy! We zitten jullie om te lachen? Om grote ballen. Om grote ballen? Nee, maar zo onder ons hier. We hadden het over de gehaktballen hier. Dus ik zeg vandaag, ik zat inderdaad een keer vlog te kijken. En het zag er allemaal goed uit. Dus ik zeg van ja, we eten hier alleen grote ballen houden van. Dus ik even lachen. Ja, en dan vanaf daar gaan we bergafwaarts natuurlijk. Hey, maar je pannenkoek met spek en kaas ligt klaar. Voor ons allebei al. Voor jou al eentje, bro. Voor mij ligt erin, neef. Ja, maar jij hebt toch meer honger? Eet jij eerst? Oké. Okay. Oh, ik ben hier zo aan toe. Ik heb hier zoveel trek in. Dit is toch niet normaal, joh. Ja, oma's pannenkoeken. Lekkere, dikke pannenkoeken hier. Spek en kaas. Lekker, ja. Hey, die twee zijn in de verkeerde tijd geboren, hè? Ja. Ah, zo leuk is dat. Als ik met Roy hier kom, dan gaat... Ze zijn altijd helemaal lyrisch samen, hè? Als ik hier met Roy kom, die twee zitten helemaal met elkaar. Zitten ze hoor. Opa zit hem helemaal te voeren, hè? Opa zit hem helemaal te voeren. Ja, opa zit hem te voeren. Wacht tot ik in de VVS. De eerste magische hap van oma's pancakes. Ja. Ja. Ah. Sowieso heel lang in pannenkoeken hoor. Die twee hebben een grootste schrik samen, jongen. Ongelooflijk. Ik weet niet wat het is. Ik heb geen tijd om te eten. Die kan zijn bek niet houden. Als ik vrienden mee heb met mijn opa en oma. Altijd lachen hier brullen, maar Roy, hé. Het is helemaal erg. En jullie twee hadden vroeger echt hele goede maten kunnen zijn. Ja, dat zeker. Ja, wij wel. Ja hoor. Ja, ja. Waar gaat dat allemaal over dan? Over niets. Nou, dit verhaal was niet... Verhaal? Ja, dat klopt. Was niet voor verhaal die vatbaar in. Nee, dat is sowieso iets seksueels. Ken die ander. You know? Ja. Kijk. Dat dacht ik al hoor. Dit is shit dat ik zelf gemaakt heb. Zelf gemaakt heb. En dat moet je een keer proeven. Ja, ik ga dat zo proeven. Je hebt geen keus. Kijk, ja, ik hou van en je weet dat er spek en kaas op zit. Jazeker. En hij doet er stroop over. Ik geloof dat die jongen daar stroop op doet. Beetje Janssen vaccin erop. Ja, dat is een vaccin. Ja, zeker. Kijk, dan rollen we hem zo op. Ja, nee, het is wel een aparte pannenkoekje. Heb jij dat ooit wel eens op, opa? Kaas, spek en stroop? Hoppa. Ja, dat is allemaal lekker. Nee, maar ik bedoel, heb je dat wel eens gegeten? Nee.
Ik ook niet. Ik vind het een rare combo, maar als het te big is, dan hou ik het op. Ik zou dus probeer het eens dan. Doe er nu eens gewoon een beetje stoken. Godverdomme, nu moet ik wel. Normaal zou ik zeggen, doe het voor spek en bonen, maar dit keer doe ik het voor spek en kaas. Zou mijn kaas en kaas hier? Dat heb jij nog nooit gedaan. Als je dit 1 voor 3 pies bouwt, dan ben je een stroper. Ik zit aan de dop te draaien, maar je moet gewoon dit doen. Ja, maar ja. Nee, hoe werkt dit nou? Gast, je moet dat ding eraf halen, joh. Oh, wel. Ito. Weet ik veel, bro. Kijk eens. Hier, probeer het even. Nou, dit is gewoon echt lekker hoor, bro. Ja, ik ga het even proberen. En zoals jij er net bij zit op de bank, kun je wel wat suiker gebruiken. Ja, ja, hé. Het is best te bikken. Dat is goed, hè? Maar ik zou het niet zelf erop doen. Oh. Nee, maar ik snap wel dat je dit lekker kan vinden. Ja, toch? Want je proeft zout en vlees en zoet. Ja, dat kan lekker zijn. Ja. Dat lijkt op... Het is gewoon een smaaksensatie. Weet je wat? Even keuren die pannenkoek, hoor. Je bent ook je eten, hoor. Een pannenkoek. Ja, dat is een dikke 10. Ik zie het al aan je gezicht. Ik heb er wel spijt van. Nou, nee, hoor. Maar opa, jij kan voor jouw eigen combo misschien jam op je pannenkoek doen. Je eigen jam. Ja, maar kijk. Daar gaat, kijk, er zit spek onder. Dat is geen gedoe natuurlijk. Kan je er niet voor spekken dat je dat doet? Hij doet voor spek en bonen mee. Ja, waar zijn die bonen dan? Lekker bonen, hè? Heilig boontje. Heilig boontje. Heb je nog een leuke mop? Ik heb... Ja. Oude mop, we zijn toch? Nou ja, wij kennen ze dan niet. Jij kent ze? Ja, ik ken er nog een van twee broers die op een gegeven moment al jaren wat al gedaan hadden. Ze hadden ook geen werk gevonden en zo. Maar op een gegeven moment zit die vent in de krant te lezen. En dan staat daarin een competitie. Anders schoenenfabriek. Ik heb ze heel gevraagd. Pakkennis niet vereist. Hij zegt, ik weet het. Eindelijk, dat was voor ons. Hij zegt, misschien kennen we daar eens een keer een baantje vinden. Goed, ga ik overrecht en hun dan naartoe. En komen daar, melden zich thuis ook bij de balie. En dan komen we op die advertentie op, zegt hij. Een biertje. Oh, lekker. Een beetje brutaal. Ja. Klopt, nou ja, je hebt er zo'n bij de directie voor. Dus die gaan daar binnen toe. En die komt bij de directeur daar zo weer. Zo zit hij, zegt, u hebt gesolliciteerd op deze baan. Ja, zegt hij. Tot. En mijn broer ook. Oh, twee tegelijk, zegt hij. Hij zegt, nou, dat is niet verkeerd. Hij zegt, maar jij, dat gaat zo niet. Hij zegt, want ik wil toch nog even wat praatjes hebben al nu. Of je een beetje geschikt voor dat werk bent. Ja, ik heb geen vakkennis of niks, zeg, ja, maar dat is niet nodig. Hij zegt, maar weet u wat de hoofdstad van Nederland is? Ja, Amsterdam, zegt hij. Hij zegt, geweldig. Hij zegt, dat hij zegt met de hoofdstad van Frankrijk. Nou ja, dat is Parijs. Oh ja, dat is wel zo, weet je wel. En als jij wel eens kent. Als jij als kent. Hij zegt, nou, hij zegt. Voelt het verhaal helemaal. Hij zegt, hij kreeg op mij, je zit hier op een schoenenfabriek zitten. Ja, hij zegt, dat is waar. Hij zegt, het is van leer en je kunt erop lopen. Ja, dat zijn er schoenen. Hij zegt, prima, zegt hij, je bent aangenomen. Hij zegt, roep je broer maar. Hij zegt, maar, hij zegt, makkie, zegt hij. Hij zegt, hij vraagt op de hoofdstad van dit. Hij zegt, hij vraagt over Frankrijk, hij zegt. En ook, hij zegt, het is voor je en je kinderen op zoek. Ga je naar binnen. Maar ja, stel, we zijn op gehoor. En ja, afijn, hetzelfde ritueel. Weet u wat de hoofdstad van Nederland is? Amsterdam. Wat u was er vroeger voor. Hij zegt, maar Frankrijk. Hij zegt, nou, Parijs. Dat is ook goed, zegt hij. Nou ja, hij zegt, nou, dat gaat er allemaal goed, zo. Toen zegt die directeur, hij zegt, het hangt aan de muur en het tikt. Godverdomme. Hij zegt, zitten er ook veters in? Hij denkt natuurlijk niet, hij zegt, nou, dan zijn het een paar sandalen. Hij bouwt dat uit die moppen zo nou op, hè. Voor een kind, ja, dat is geweldig. Zijn het een paar sandalen? Helemaal een verhaal.
gek. Heb ik er ook nog mooi. Ja, we kunnen wel geen stuk. Ja, is goed. Hier heb je ziektel. Hè? Wij, oh, deze is leuk, ja. Ik weet niet of je dat wist, maar wij gingen laatst met z'n drie op vakantie. Don, Joop en ik. Ja. Met z'n drie op vakantie. Ja, ja. En we gingen naar Istanbul toe. Nou, in Istanbul waren de regels iets wat veranderd, hè, in die rare tijden van nu. We moesten namelijk 100 centimeter aan piemel met z'n drieën hebben. Dus als wij samen met z'n drieën 100 centimeter aan piemelgrootte hadden, dan mocht het land in. Dus nou, wij komen aan daar met het vliegtuig, bij de grens. En ja hoor, de piemelcontrole. Dus nou, ik doe mijn gulp open en gelukkig ik had er even 50 centimeter, dus dat scheelt wel. Ik ga lekker hoor. Ja, zie je al telf, hè? En vervolgens, Jopie doet zijn gulp open, die heeft er even van 49 centimeter. Dus wij denken, nou, dat is top. Als Don nou minimaal 1 centimeter heeft, dan zijn we er al. Ja. Onze gulpje gaat open. Je gelooft niet, 1 centimeter. We hebben precies 100 centimeter samen. Ja. Dus wij waren blij bij Istanbul binnen. Ja, ja. En wij gaan lekker naar een restaurantje toe. We denken van, nou, dat gaan we toch even vieren. We zijn maar één keer in Istanbul. We gaan even lekker met z'n allen eten. Nou, ik natuurlijk met mijn piemel van 50 centimeter een beetje opscheppen. Okay. Dan jullie denken van, nou, wel een beetje massa hoor. Dat ik 50 centimeter heb. Want anders had het land nooit ingekomen. Ja. Ja. En Joop natuurlijk van, nou, jullie hebben ook massa met mij. Want ik had 49 centimeter. Zeg Dom, nou, jullie hadden ook massa met mij dat ik een stijf had. Hé, hey oma, kan je een pannenkoekflip doen dan? Even een enge flipcheck met de pannenkoek. Hoe gaat dat? Gewoon zo. Een rondje draaien mee, salto. Zo die in de pan omkeren. Ja, zijn hem gooit. Oh! Oh. Zo, laat de vaatdoek er maar halen. Ja, en opa, jij kunstgebied uit en opvangen. Ik wil echt wel leuk. Ja, ja, ja. Nog een keer is niet erg. Pannenkoekflip. Hoppa. Ja, papa. Ja, Don, hij is goed. Ja, echt, ja, echt fantastisch. Een echte goede huisvrouw, hè? En anders niks. Ik vind het maar niet met die pannenkoeken, want zelfs had legt hij achter het fornuis. Maar daarmee heb je ook een fornuis. Ja. Hij is er scherp, jongen, niet normaal. Ja. Je weet het, hè, waar een wil is, is er weg. Ja, dat zag opa ook in, en toen had hij ineens heel veel kleinkinderen ook daarna. Waar Wil is iedereen weg. Ook top. Ben je nog een kleintje? Ik zit helemaal vol. Okay. Nou wel. Dat droogtrein is je maag gekrimpt. Ja. Nee, die pannenkoeken die leggen beslag op mijn maag. Heb jij goed geslapen vannacht? Ja. Goed getraind, goed geslapen. Video upload ze worden, dan ben ik in mijn goede bui. Ja. Hoe noem je oma in? Hij is op dreef. Ik moet nog even wakker worden en een paar pannenkoeken doe ik weer mee. Kom op, gooi. Maak ons warm. Oma in de natuur. Hoe noem je oma in de natuur? Wild. Hoe noem je mijn oma met overgewicht in het wild? Wildvlees. Als mijn oma acteur had geweest en toch tegelijkertijd allemaal gevaarlijke wapens maakte, hoe had ze dan geheten? Nou, Bill Smith. Bill Smith. Godsam, als ik dat eet, word ik van die boter geld. Ja, die vindt hij leuk hoor, die viespeuk. Ja, met al die humor hier, lijkt hij net een soap. Jij woont dan met Jim, joh. Nou, ja. Hij is neutraal dus? Nee, ja, ik ken hem een beetje. Waar is die jam dan? Ja, in de koelkast. Heb jij weer weggezet? Ja, ik heb weggezet. Oh. Ja. Dus niemand jam wilde, ja, nou toch. Leuk hoor. Yep. Ja, kijk eens. Ja, je hebt nog wel weer een mond te denken. Ja, je hebt nog wel weer een mond te denken. Zeg het. Rooie vers binnenpret. Zeg het, Rooie. Ik ga er al goed op. Ja, je zit met versen. Ja, niemand mot dat dus dan. Waar ik in de koelkast. We zitten hier echt een waanzinnige wedstrijd te kijken. Echt, die Kroaten, voor de mensen die dit gekeken hebben. Kroatië heeft een comeback gemaakt, niet normaal. Het is nu, ze gaan bijna affluiten. Maar mijn opa die heeft gewoon nog, wij Roy en ik zijn in shock. Die houdt gewoon nog vanuit de tv-gids zo'n ding bij. Met uitslagen, dat deden wij vroeger, dat deed ik met mijn vader altijd. Ja, is dat fantastisch? Ja, dat dit nog bestaat, zo'n speelschema. Fantastisch. Laat zien opa, mag je eens even kijken zo. Kijk, ik heb alles bijgehouden hoor.
Dus wie speelt er zo? Ja, ik moet zelf ook een voetbalwedstrijd. Moet je zelf ook voetbal. Nou, ik weet niet wie de wedstrijd gekeken heeft. Kroatië-Spanje. Helaas heeft Spanje gewonnen. Ik had het de Kroaten gegund. Maar nee, het was een en al. De wedstrijd was echt een gek huis. Voor de mensen die het gekeken hebben, fantastische wedstrijd. Nou, in ieder geval bedankt. Bedankt voor de pannenkoeken. Maar echt lekker. Mijn buik zit helemaal vol. Hey jongens. Het is waard een kerst. Nou, Paloma. Groetjes. Ontzettend bedankt. Bedankt voor het eten. Ja, en we zien elkaar, hè. Speta, ja. Speta, ja. Wie speta? Speta. Hoi, hoi. Ja, dat is leuk, hè. Dit is toch altijd gezellig bij jou, Paloma. Echt fantastisch. Man. Jij komt... Ik ken oprecht nergens een plek waar jij zo goed tot je recht komt elke keer als bij mijn opa en oma. Ja. Het is gewoon gezellig. Die aura daar is helemaal top. Die aura. Ja. Ja, maar het is net of je met jonge mensen praat. Ja. Dat is nou ja. Je ook bedoel. Ja. Nou, zo, met je opa heb ik gelachen hier. Ja. Zou je zeggen? Jezus, ja, man. Jij komt helemaal goed tot je recht daar. Ik vind het fantastisch. Ja. Kijk, en altijd zwaaien ze ons uit. Let op. Staan ze daar dan? Ja. Kijk. Dag opa. Hoi. Groetjes. Kijk hoor, kijk, daar staat hij op zijn teentjes. Kijk, kijk. Wat ben je vergeten, Roy? Jas. Roy moet zo. En ik kan gewoon kijken. Ik kan kijken. Hey. Het is wel jammer, want het is precies mijn maat. Nou ja, ik neem het allemaal weg, maar we blijven maten. Ja, als je maar met maten blijft, hè? Ja, zo is me net. Ja, nou, de maat is vol, we gaan. Drink met maten. Hoi. Nou, de maat is echt vol. Ik ben helemaal verprikkeld door jullie, man. Ja, nee. Ik ga er veel te goed op hoe jullie dynamiek is. Ja. Maar jij hebt natuurlijk zelf geen opa en oma meer, dus dan is dit fantastisch. Ja, dit is heerlijk. Dit is heerlijk. Ja. Gaat er veel ik te goed ook op. Ik was ook al met mijn eigen opa en oma, was ik net zo, joh. Alleen maar grappen en grollen, kloten. En, yeah. Ja, het is mooi dat, het dan, dat je dan dit even toe hebt, hè. Ja, ik vind het gezellig, man. Ik vind het heerlijk. Ik mocht mijn auto lekker parkeren bij mijn ouders om de hoek. Helemaal top. Bij mijn ouders gewoon voor de deur. Roy gaat naar huis. En ik ook. En ik ook. Dat zei ik raar, hè? Ik kwam heel vaag uit. In ieder geval, dames en heren, morgen weer een hele drukke dag op de planning. Dus wees er morgen om 5 uur weer bij. Het was een heerlijke dag. Echt, ik heb ervan genoten, Roy en mijn opa. Heerlijke dynamiek. Ging er zelf niet helemaal mee, was een beetje moe. Maar dat verhaal kennen jullie wel. Oh, dat was goed, zeg. En de pannenkoeken van oma waren heerlijk. Echt, ik hou zo erg van die mensen. Dames en heren, heel bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht je nou genoten hebben, vergeet niet te abonneren hier beneden. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later.